De eerste oefening die ik demonstreer is een hele kleine, eenvoudige oefening. Deze komt uit het handboek dat ik reeds een tijdje geleden schreef. Dat handboekje, of die PDF eigenlijk, is nog steeds te downloaden via Licipedia, onze didactische website van de school. Dus als je naar het derde jaar gaat, want het is een cursus voor het derde jaar, je gaat naar het vak Informatica, scrolt een klein beetje naar beneden, dan zie je hier bij de lesinhoud over multimedia dat ik een mini-cursus schreef rond foto, geluid en videobewerking, waar dat heel wat tips staan, ook voor je verdere digitale schoolloopbaan. En je ziet hier, druk hier, om de oefenbestanden van fotobewerking te downloaden. Dus je kan die downloaden, krijgt dan een zipbestand. Daar komt het met de oefenbestandjes in. En je kan ook, als ik het er eventjes sluit, de cursus zelf openen, mini-cursus hier. Je zal een PDF-documentje openen rond multimediabewerking, waarin dat ik in het eerste onderdeel fotobewerking via Paint.net zal doen. En op pagina 2 begint dat. Hier nog wat korte uitleg over Paint.net, hoe dat je het moet installeren. En op pagina 3 eigenlijk is dat, hier 3 van de 14, begin ik bij oefening 1.3. Openen, formaat wijzigen en iets in het zwart-wit zetten. Zo doe je dat. Je start Paint.net en je opent de afbeelding strand. Je gaat daarna de afbeelding verkleinen tot 75% van het origineel. En dan gaan we de foto omvormen naar een zwart-wit tekening via aanpassen, kleur verminderen. We gaan dat eens eventjes testen. In Paint.net ga ik die foto openen. Het was de foto van het strand. Dus ik druk openen. Daar komt de foto. Je ziet hier van boven eigenlijk al dat ik aan 96% van de totale grootte, of de werkelijke grootte, aan het werken ben. Dus als ik hier op inzoomen druk, dan zie je, nu staat hij op 100%, maar hij valt dan juist binnen mijn scherm, of binnen mijn interface eigenlijk. Dus dat werkt vervelend. Wat kan je doen? Je kan de foto ofwel op 100% of zelf gaan verkleinen. Of je kiest ervoor om Paint.net hem zelf op venstergrootte te maken. Dan valt eigenlijk alles er juist binnen. De bedoeling was dat we die afbeelding wat gingen verkleinen. Dat doe je via afbeelding formaat wijzigen. En we kiezen hier niet om de absolute waarde in te geven. Dan kan je zelf gaan bepalen hoeveel pixels dat hij breed en hoog moet zijn. Je kan de verhoudingen daarbij behouden of zelfs gaan uitschakelen. Of je kiest hier, en dat kiezen we eenvoudig, met percentage. We drukken gewoon het getal 75 in op ons toetsenbord, of je kan dat natuurlijk met enkele muiskliks verhogen of verlagen. We kiezen ervoor om via de hoogste kwaliteit die omzetting te doen. Je behoudt dan absoluut het beste resultaat. Je ziet hier, je maakt dan gebruik van de supersampling algoritme. Ik druk op OK, je gaat zien dat dat erg snel gaat. En de foto is verkleind, want je ziet, het is een kleinere schermafdruk en je ziet dat we hier toch in één keer op 100% staan te kijken. Dus de afbeelding is verkleind. De volgende opdracht was, ik ga eventjes terugkijken, dat we hem ook gingen omvormen naar een zwart-wit tekening via aanpas kleur verminderen. Dus we gaan eventjes terug naar Paint.net, aanpassen en in het midden zie je ongeveer kleur verminderen. Je gaat zien, hij gaat daar zelf een zwart-wit tekening van maken. Dus de laatste opgave, zoals ik hier ga zien, sla de foto op als een PDN-bestand, Paint.net's eigen formaat. Dus ook dat ga ik even met je doen. Bestand. Opslaan als. En je ziet hier staat nog JPEG. Dus ik maak daarvan Paint.net. Ik zal een nieuwe map maken. Zo. Oplossing. En de map oplossing ga ik bestand bewaren via opslaan. De eerste oefening is achter de rug. Op naar de volgende.